Yo mensen, Martijn hier en welkom bij Battlefield 4, de beta. En whatever. Ik kies voor de Assault Class en ik weet nog niet wat het allemaal precies inhoudt. Even kijken, 50 frames per second. Redelijk. Redelijke FPS. Ik krijg iets van 55. Het is gewoon goed speelbaar. En ik zie geen enemies lopen hoor. Dat is friendly. En zie jij wat lopen? Ik heb deze game niet geprioriteerd. Het is gewoon de open beta. Die speelt even lekker. Het is gewoon te spelen. Deze nog steeds laser aan en uitzetten. Het heeft natuurlijk wel impact zoals je ziet. Ik heb hem gecaptured. Perfect. Assist. Oh. Is shit going down. Oh, frame drop. Oké, okay. Het draait wel goed. En qua graphics ziet het hetzelfde uit, moet ik gewoon eerlijk zeggen. Het ziet er allemaal gewoon hetzelfde uit. En ik kan voor de rest nog niet oordelen. Ik spawn net in het potje. Dus ik kan nog niet oordelen over iets. Maar ik weet wel dat ik al lekker redelijk bezig ben. En de graphics zien er wel gewoon hetzelfde uit. Ik ben gewoon lekker bezig. Dat is alles wat ik nu kan zeggen. Het ziet er wel goed uit hoor, eigenlijk eerlijk gezegd. Wow, ik heb wel af en toe een frame drop. En ik heb je ook op mijn neus. By the way, ja. Ah, damn it. Angel of Death. Ah, kutsnappers. Ik vind het zo jammer, die snappers, weet je. Dat moeten ze gewoon in games wat aan doen, weet je. Ik weet dat oorlog is niet eerlijk en zo, maar snipers, dat is toch het vervelendste soort spelers wat je kan hebben. Ja, waarom gaan we hier niet gewoon naar binnen? Wat dacht je daarvan? Waar zit die dus met dan? Oh, hey, hij loopt achter ons. Maar ik was wel redelijk goed bezig. Oh shit, ik ben nou mijn hele scherm kwijt. Dat vind ik wel jammer dit, dat je gewoon je hele scherm kwijt bent. Ik sta 2-2 met de ping van 35. Ja, dat komt ook, nou, zo ik haal het nooit een hoge ping. Hoger dan 25, hoor. Beter dan 25. Even kijken wat ik kun spotten, nee. Oh, en ik vraag me af. Flikker op. Audio, die heb ik niet goed ingesteld. Dus ik zal waarschijnlijk wel het volume te hard hebben gehad. Wat is dit? Dat omlaag. Void, reduces volume, yes. What the fuck is dit allemaal? Safe. En... What the fuck is hij nou aan het doen? Ja, tuurlijk wil ik fullscreen hebben. Jezus, is het spel nou gek of zo? Maar ik zal even laten zien op welke settings ik draai. De GTX 760 in combinatie met een 377K. Is... Dit. Auto. Nou ja, dat was door dat GeForce Experience. Heeft het dan voor me ingesteld. En dan neem ik nog eens op, hè. Dus het draait wel redelijk. Han Ultra. Ik weet niet waar ze zijn. En ik denk dat je die deuren dicht kunt doen op een of andere manier. Want er stond wel zo'n raar dingetje. Oh, hier heb ik nog meer van die dingen die we kunnen capturen. Ah, die heb ik over het hoofd gezien. Ah. Ik denk dat ik het spel wel zou kopen, maar ik heb geen geld ervoor over, dus. Dan maar niet. En ik ben dood. Weer Angel of Death. 47. Er zijn al 47 Angels of Deaths. 47 te veel. Dat doet me denk ik aan Tomb Raider. Waarom? Ah, kutsnapper. Of was het zelf, dude? Ik weet ik veel. Ik heb hem gespot, dus mijn team maakte maar af ook. Ik kwam daar eens vandaan. Kijk, hoe doen we dat dicht? Hey, close, zie je? Domination lockdown, 100. Ja, wat dacht je? Ah, kom op, god. Vale Duitsers. Wat is dit voor bullshit? Het is gewoon bullcrap.
Zag je dat? Ze droppen even naar beneden. Oh, YOLO, doen we wel even. Hup, kijk, die is dood. Hup, die, potato. Ah, om de hoek kijken. Ach, koop je de Black Ops. Ja, Black Ops 1, hè. Ik wil de originele Black Ops. Dat was nog... Ah, de beste Call of Duty uit... tot nu toe. Dammit. Waarom ga ik steeds dood? Ik ben gewoon... Ik weet het. Ik ben slecht in Battlefield. En waarom? Zo vaak heb ik het eigenlijk niet meer gespeeld. Zo vaak heb ik het niet gespeeld. En zo vaak ga ik het nooit spelen. Capturing. Tuurlijk ben ik aan het capturen. Duh. Maar ik kan niet liggen. Oh, wel hier. Maar er zit boven weer zo'n sniper. I'm pretty sure. Nou zie ik geen snipers, maar ik weet zeker dat ze er zijn. Ah, oh, want al die stomme auto's die afgaan. Ja, zo voor in het begin net van dat het audio te hard stond, dat weet ik wel zeker. Dus dat nou weer. Zie ik, kut snipers. Maar het audio stond hard. Ja, ik had het spel net opgestart, weet je. En dan krijg je dat. Maar het zal niet heel erg hard had moeten staan. Ik hoor nu niet heel veel verschil tussen net en toen. Tussen nu en net. Wat is dat daar? We gaan daar eens omhoog. Maar ik kan dus van de containerdeuren open en dicht doen. Nee, dat is niks. Waarom is dat weg? Is dat een laser toevallig? Ik heb wel een mooie kill gemaakt. Oh. Wel, ja, een kill gemaakt. Mooi was je niet, maar ik had een kill gemaakt. En ik sta gewoon... 4 om 8. Oké, even kijken of mijn microfoon niet aangaat als ik aan het praten ben. Ik weet niet hoe het daarmee zit. Ik heb niks daarvan ingesteld. Die, potato. Goed zo, die. Goed zo, u died. En er zat ook weer ergens een sniper. Een soort van daar. Yes! Hij is dood. Oh. Die was dood. Alleen het punt is, er kwam hier dus een douchebag vandaan. Die kwam hier beneden vandaan. What the fuck? Spannen recht voor me. Het spansysteem is niet goed. Just wanted to point it out. En ik vraag me af, hoe lang spelen we nog? Oh, potje zo meteen ook. Spawn systeem is gewoon niet goed. Ik spawn niet en de enemy loopt gewoon naast me. En net was het andersom, ik liep ook naast hun. What the fuck? Oh, ja zie je, dat bedoel ik dus. Aan het spawn systeem moeten ze nog even werken, want dat werkt niet. Snel ook aan spawn move voordat je dat schat wordt ofzo. Even kijken. Deze hebben we gecaptured. Dat was een granaat. Assist. Oh, hey. Zijn er niet meer enemies hier? Nee, oké, zeker weten. Volgens mij lekt het een beetje. Ah, daar is een beetje een oorlog gaande. Hierboven. En daar. Sniper! Ah, dammit. Ik kwam net een twee dudes te veel aan. Maar ik heb wel een paar mooie kills gemaakt. En even kijken, hoeveel staat het nou? 12 van 13. Redelijk goed. Ik bedoel, ik heb het spel nog nooit gespeeld. Dus het is de eerste keer dat ik het speel. En daarvoor heb ik nooit Battlefield gespeeld. Amper. Kom, lopen. Pas op voor de snipers boven je hoofd. What the fuck was dat? We hebben een hacker hier. Een schot, ik was dood. Tjonge jongen, dat was toch wel niet echt mogelijk, hè? Squad span om je, 25. Give me advice, we have taken control of objective.
Hoe ging ik net? Weet ik niet meer. Vergeten. Ah, what the fuck? Angel of Death. Hoeveel levens had hij? 54? Wat is dat? Ik weet zeker dat ik hem genoeg geraakt heb om in ieder geval gewoon goed schade toe te doen. Volgens mij moet er nog heel wat gefixt worden in de game. Heel veel wat er gewoon nog gefixt moet worden. Ja, ga ze dan kan man, stomme teammates. We gaan even omhoog. Fuck was dat? Ah, het schijnt, het ziet er wel goed uit, het water. Your team won. Sheriff Shanghai, domination. 300 tickets, total time, 13 minuten, 4 seconden. Yay, we hebben gewonnen. Maar we krijgen geen punten zeker, of wel? Oh jawel, cool. Zelfs dat ook nog. Muscle break. Nou krijgen we alle van die ribbons. Oké. Share battle report. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zeg ik, laters.